Hallo, mijn naam is Imed Grijpank. De onderwerp vandaag is stel het web op de eerste plaats. Advertenties, folderen, mailing maken nu echt plaats voor webcommunicatie. Via bloggen, YouTube en sociale media's. Uiteraard blijven traditionele medias inzetbaar. Maar het web is de landingplaats waar de interactie met de klant begint. Deze aanpak betekent de overstap van push naar pull. Laat me dat uitleggen. Als je een advertentie plaatst, dan is dat eigenlijk, de lezers hebben daar niet om gevraagd, je pusht een beetje jouw boodschap door, hun, door de media. Dus je hebt eigenlijk heel veel mensen die niet geïnteresseerd zijn in je advertentie. Daarentegen op internet, als iemand actief zoekt op een bepaalde woord en hij komt op uw website, geeft hij eigenlijk aan dat hij heel veel interesse heeft, want hij zit met een frustratie of met een verlangen. Dus je hoeft in verhouding heel weinig doen om ze binnen te halen. En ik zal een voorbeeld geven van Poel. Bij MoneyU, dus als mensen iets over hypotheek intikken, helpen ze eigenlijk de surfer om zijn hypotheek uit te rekenen en eventueel een offerte aan te vragen. Dan haal je ook prospecten en dan kan je eventueel die klant gaan maken. Dus een veel gemakkelijker manier om klanten te werven dan vroeger met de gewone klassieke media's. Dus vooral het web biedt nieuwe mogelijkheden voor marketing door de interactiviteit van die medium. Er is nooit in de geschiedenis geweest dat we zo'n fantastische tool hebben, en ik zie nog heel veel bedrijven de kracht niet benutten van internet. Nu, praktijkvoorbeeld. Hoe besteden we ons tijd aan media? Wat blijkt? Tijdschriften: 18% gemiddeld. Betalend tijdschriften. Kranten: 26 uh, minuten gemiddeld. Maar internet is 86 minuten. Dus ik zou ook gaan waar de meeste mensen hun tijd spenderen, is namelijk op internet. U zou ook zeggen ja radio daar spenderen mensen 151 minuten, maar radio is een achtergrond, dus daar zijn mensen niet actief uh, naar aan het zoeken of aan het luisteren. Dat is gewoon als sfeer. Um, TV daarentegen scoort nog altijd hoog, maar ik merk dat de komende jaren meer interactief internet-TV gaat komen, want Google is er zelfs al mee bezig. Oké, okay, laten we nu de voordelen vertellen van internet, want je merkt dat die medium meer en meer Tijd mensen daarin spenderen. Wat zijn de voordelen? Het is een van de krachtigste medium momenteel. Internet is een van de krachtigste informatiebron op dit moment. Beter is er momenteel niet. Het is een atoombom op vlak van um, medium. Het heeft een grotere bereik. Ook al heb je een business die lokaal is, of landelijk, of internationaal, je bereikt altijd veel meer mensen met je website dan om teven welke combinatie van media of een beursdeelname of wat dan ook. Wat zijn nog voordelen? Tijdwinst. Als je je website goed opbouwt, gebruiksvriendelijk maakt, goede getuigenis en testimonium en ervaring geven van tevreden klanten. Als je de klant educiert, informeert, goede tips geeft. Dan ga je merken dat die klant vertrouwen gaat krijgen en als hij dan jou fysiek ontmoet of contact heeft met jou in jouw zaak, dan is die vertrouwen eigenlijk opgebouwd dankzij inderdaad jouw blogs, YouTube kanaal en een goede open eerlijke informatie. Dus je klanten zijn inderdaad geneigd eerst je website te gaan bezoeken voor informatie, ook al hebben ze jou gehoord via via of via een advertentie. Deze informatie op je site goed verstrekken. Gaat je ook later in jouw verkoopstraject heel veel tijd besparen. Wat zijn nog de voordelen? Altijd en overal bereikbaar. Je website is 24 uur per dag bereikbaar. Klanten kunnen waar en wanneer ze dat willen, jouw website gaan opvragen. En wat hebben we ook nog ontdekt? Dat is een leuk nieuwsje die ik, gekregen heb, die ik gezien heb in de Telegraaf. Internet onmisbaar voor vrouwen. 8 op de 10 vrouwen kunnen zich geen leven meer voorstellen zonder internet. Vrouwen voelen zich ook thuis op internet. Het verrijkt hun leven en bespaart hun heel veel tijd. Als jij weet dat vrouwen verantwoordelijk zijn voor bijna 80% wat we allemaal aankopen en ze zitten op internet, dan zou ik heel snel actiever met internet gaan werken. Ik zie het aan mijn eigen vrouw. Zij gebruikt heel veel internet om uh, van alles, van huishouden tot. Um, Situaties op te zoeken via internet. En zij beslissen toch voor een groot deel. Het volgende: je bespaart heel veel geld op advertenties. Dus de tijd dat je heel veel geld moet uitgeven met grote pagina's, wat spijtig genoeg de media wel graag willen, is over. Ik adviseer altijd mijn klanten. Adverteer klein om verkeer te creëren naar je website. Hier zie je verschillende voorbeelden van advertenties. Hier kan je um, een boekje downloaden. Over dieetdossier, handleiding voor een slakke lichaam. En dat kan je op dieetdossier.nl downloaden. Uh, je wil je definitief ontharen en een keer testen, kan je op je website. Zelfs als ik adverteer wat ik niet veel doe, dan zeg ik ook de mensen direct toegang tot mijn e-book via onze website. En we merken dat mensen echt naar die website gaan. Dus niet meer zo groot adverteren, bespaar alsjeblieft geld. Als je het dan toch adverteert, is meer om... Traffic, verkeer um, te genereren en te verwijzen naar je website. Wat is de volgende voordeel van internet? Zien is begrijpen. Internet is een dynamisch medium. Je kunt gebruik maken van afbeelding, foto's, videobeeld, geluidsfragmenten, bewegende animatie, interactie. En via de smartphone kunnen mensen iets opvragen. Dus het is een medium die veel meer mogelijkheden heeft dan de klassieke uh, media. Gemakkelijk te, gemakkelijk te communiceren. Wilt u via internet uw product verkopen? Wilt u de klant een offerte laten opvragen via uw website? Dat kan allemaal. Dat kan door een contactformulier op uw website te zetten. Ze kunnen zich aanmelden op uw nieuwsbrief. Ze kunnen iets downloaden, een e-book. Uh, dit kan allemaal uh, dankzij internet. Wat is nog een belangrijk voordeel? Ook algemene info. Hoeveel keer word je niet lastig gevallen? Wat je openingstijden. Hoe je vindbaar bent. Hoe ze kunnen parkeren. Wie je klanten gebruikt hebben. Vertrouwen op te bouwen. Speciale aanbieding. Dit kan allemaal op je website geplaatst worden. Waardoor jou, voor jou een stukje gemakkelijker wordt. Dat je dat allemaal niet individueel moet gaan vertellen. Aan de telefoon of ter plaatse. En wat ook heel belangrijk is. Klanten zijn op zoek naar u. Klanten die uw website komen zijn op zoek naar informatie over jouw bedrijf. Dat is dat poelen. Je hoeft ze alleen maar nog binnen te halen op je website. Dus je hoeft relatief gezien minder moeite te doen om uw klant voor jou te winnen. Je hoeft alleen nog aan vertrouwen te gaan werken. Internet opent een venster over heel de wereld. De presentatie van uw bedrijf zal plots dag en nacht over de hele wereld zichtbaar zijn. Uw site zal een gigantische uitstraalraam zijn, of beter nog een grotere verkoopruimte die echt je verwachting gaat overstijgen. En alle analyses wijzen uit dat internet en sociale media steeds belangrijker worden en weldra een verplichte ruimte zal zijn voor je communicatie in jouw bedrijf. En wat merk ik nog heel veel bedrijven hebben die technologiefobie en angst. Ik hoor dikwijls veel excuses. Ja, ik weet er niks van, zou ik het moeten doen. Voor mij is het echt een must. Change or die. Verander of sterf. Het, het gaat allemaal heel snel. Pak alsjeblieft dat stukje internet op en het kan het is allemaal heel gemakkelijk. WordPress is heel gemakkelijk. Facebook is heel gemakkelijk. En het allerbelangrijkste is nieuwe generatie zoekt vooral op internet. Ik snap niet waarom mensen nog op de Houde Gids staan. Houde Gids uh, proberen natuurlijk mensen nog gek te maken op hun website te adverteren. Maar ja, het is een verloren glorie. enige die nog naar de Houde Gids kijkt is een bejaarde van 80 jaar. Uh, ik weet dat ze dat niet leuk vinden als ik dat ga zeggen. Maar de jonge consument, ja, ze hebben allemaal een smartphone, ze hebben een iPad. Uh, het internet staat centraal in hun leven. En daar moet je ook gebruik van maken. Ook al zijn uw klanten. Oudere mensen die hebben ook internet en die vragen ook aan hun kleinkinderen of hun kinderen van wil je dat opzoeken voor mij? En um, uh, ze gaan het ook via internet uh, afprinten en uiteindelijk ook bij jou terechtkomen. Dus het zoeken naar diensten of producten gebeurt nu vooral via internet. Zich verwaarlozen van deze groep is onverantwoord. Zeker niet dat investeren in internet u minder kost dan gedrukte publiciteit. Een e-mail versturen kost u niets, maar een brief, een verjaardagskaart, een postkaart, een aanzichtkaart versturen ben je rap op een klantenbestand van 1000 toch gemakkelijk 500 tot 1000 euro kwijt. Wat zijn nog de voordelen van internet? Het aanbieden van bijkomende online diensten, het site laten berekenen van een prijs, de klant kan op die manier verschillende simulaties uitvoeren. Um, dit bespaart u tijd bij het geven van inlichting. Hij kan online afspraken maken. Uh, een van de leuke websites uh, die je kan bezoeken, je hoeft niet zaken met hun te doen, is onlineafspraken.nl. Ze hebben een leuke filmpje. Uh, je moet niet meer de telefoon oppakken. Het bespaart u heel veel kostbare tijd. En als uw klanten aan jou denken, ben je niet altijd open. Dus om uh, 11 uur s'avond zeggen ze, ja, ik moet naar mijn schoonheidsspecialisten bellen of ik moet naar mijn tandarts bellen of ik moet nog daar een afspraak maken met de auto. Dat kan allemaal via online afspraken. Kijk maar naar de reisbureaus, kijk maar naar de trein, de KLM. Je kan tegenwoordig je vliegticket gewoon direct boeken. En ik heb goed nieuws: dit allemaal kan met WordPress. Ik ben zo enthousiast over WordPress. WordPress is gemakkelijk te gebruiken. Het is gratis en kan u allemaal helpen om jouw internet, dromen, strategieën. Te verwezenlijken. Vroeger was het waar, internet was een excuus. Een goede website was je rap 5000 euro kwijt. Dat was een heel lange traject. Echt, nu kan je heel, heel, heel snel met WordPress starten. Ik heb zelfs daar een blog over geschreven. Je kan dat op mijn website vinden. Wij helpen daar ook klanten bij om hun internetstrategie met WordPress te implementeren. Nu wil je echt. Uw internet centraal stellen, het web centraal stellen, daar wil ik jou echt mee helpen. En dan ga je ook je omzet daarmee verhogen. Surf naar mijn website www.batoo.com. meld u aan op onze nieuwsbrieven, stelt je vraag naar mij en dan kijk ik op jouw gratis marketingdoelen. Ik...